Zo, we zijn klaar voor vandaag. Ah, er zat nog een slokje koffie in. Zo, goeienacht, Manny. Doei. Doei. Tot ziens, tot morgen. Zo, eindelijk heb ik mijn rust. Misschien kan ik vandaag eindelijk mijn project afmaken. Er ontbreekt niet veel. En dan ben ik hier weg. Gelukt, ik ben er door. Weg hier. Ik ben eindelijk weer vrij. Oh, het gaat naar beneden. Ik hoop dat ik niets breek. En doei. Goedemorgen. Goedemorgen, Martin. Zo, eerst een kopje koffie. Ontbijt, Manny. Manny, ontbijt. Gelieve ontbijt op te halen. Oh, wat? Martin! Oh, krijg ik vandaag ontbijt? Maar dat is leuk. Ziet er heerlijk uit. Manny is verdwenen. Wat? Dat kan niet. Hoe kan dat? Waar heeft hij deze tool vandaan? Nu heb ik een flinke slok koffie nodig. We moeten hem meteen zoeken. We hebben een gevangenisuitbraak. Geef een klopjacht op. Je rijdt meteen weg en stopt bij zijn appartement en controleert de omgeving. Jij blijft hier en neemt alle informatie. Ik moet nog steeds heel snel een paar telefoontjes plegen. Vanavond ontsnapte de stadsbekende crimineel Manny Mutsen uit de gevangenis in Huisdag. Er is nog steeds geen spoor van hem. De politie vraagt de bevolking om hulp. Neem rechtstreeks contact op met de Huisdagpolitie. Oh nee, dat kan niet waar zijn. Oh jee, Martin zal daar veel stress hebben. Hopelijk kunnen ze hem snel vangen. Ik ben zo klaar. We hebben de hele dag naar Manny gezocht en geen spoor gevonden. Het is heel vervelend. Heeft niemand hem geholpen? Tot nu toe hebben we hier geen bewijs van. Misschien in de kleuterschool. Ik denk het niet. Je zou hem vanmorgen hebben gezien. Of misschien bij oma terug in het tuinhuis. Dat heb ik al gecheckt. Daar is hij niet. Ik ga slapen en morgen ga ik verder. Aha. Manny met zijn vrouw gisteren morgen naar Zuid-Amerika met een valse identiteit. We konden dit uitvinden met behulp van een bewakingscamera. Stuur me alle geschikte informatie. Dankjewel. Er is nieuws. Manny vloog naar Zuid-Amerika. Zuid-Amerika? Dat kan niet waar zijn. Ik denk dat het dat was met Manny. Helaas zullen we hem nooit meer zien. We hadden hem in de gaten moeten houden. Ah, interessant. Heeft hij daar met zijn creditcard betaald? Heel goed. Nou ja, heel erg bedankt. Dat had ik niet gedacht. Ik heb een spoor. Manny maakte een fout en betaalde met zijn creditcard. Dat laat sporen na. Nu neem ik onmiddellijk contact op met de lokale politie en boek alsjeblieft een vlucht. Zo gemakkelijk komt hij niet weg, Sarah. Zo niet. Moet je daar echt naartoe, Martin? Kun je niet iemand anders inhuren om te zoeken? Nee, dat doe ik. Het is een topprioriteit. Ik hou er altijd van om persoonlijk voor onze permanente criminelen te zorgen. Het is ook interessant om te zien hoe onze collega's in het buitenland werken. Ja, dat kan zijn. Dag jongens, ik ben zo terug. Doei, papa. Doei jullie twee. Doei, maar trek iets comfortabels aan voor de vlucht. Je hebt gelijk, zal ik meteen doen. Martin, ik maak me zorgen om je. Wat als er iets met je gebeurt? Ik ben niet lang weg en ik zal goed voor mezelf zorgen, ik beloof het. Commissaris Overbeck, uw vliegtickets. Een goede reis. Heel erg bedankt.
Hola, señora Birbeck. Hola. Espero que haya tenido un buen viaje. Bienvenido. Bedankt, ja. Ik heb een goede vlucht gehad. Het beste is om meteen te beginnen met zoeken. We moeten geen tijd verspillen. Hier zijn we. Hola. Heb je deze man eerder gezien? Él tenía un sombrero de lana con todo ese calor que hace aquí. Hij zegt dat hij hier was. Hij kan het zich herinneren omdat hij een hoed droeg. Ook al was het hier zo warm. Zei hij waar hij heen wilde? Nee. Oké, bedankt. We zouden het deze oude man nog kunnen vragen. Hij blijft de hele dag zitten en kan alles bekijken. Hola, heb je deze man eerder gezien? Nee. We komen niet verder. Maar ik heb een idee. We moeten weer naar de supermarkt. Weet je nog wat de man hier kocht? Él trajo una caña de pescar. De man zegt dat hij een hengel heeft gekocht. Een hengel? Interessant. Heel erg bedankt. Waar kunnen we hier gaan vissen? Hier is een meer, maar het is erg moeilijk om toegang te krijgen. Toch wil ik daar zeker heen. Oké, laten we gaan kijken. Het is niet ver meer. Een behoorlijk struikgewas hier. Had ik nooit gedacht dat ik naar Manny Mutsen zou moeten zoeken in de jungle van Zuid-Amerika. Een slang. Ja, er zijn veel slangen. Maar wat een gevaarlijke baan hebben jullie. We zijn er zo. Hier is het meer. Ah, heerlijk hier. Wat een leven. De warme zon van Zuid-Amerika. Een hangmat, een koeldrankje. Vis zoveel je kunt vissen. Wat wil je nog meer? Ik zie niemand. Wat gebeurt er daar? Kan het? Droom ik of is het echt? Nee, echt waar, dat is Overbeck. Hopelijk hebben ze me niet opgemerkt. Er was iets, daar. Een papegaai, wat leuk. Ja, er zijn hier veel verschillende dieren. Maar dit is er niet één. We komen van twee kanten. Kom, Manny. We hebben je gezien. Je staat onder arrest. Dat kan niet. Overbeck. Is iemand ergens ter wereld veilig voor jou? Nee. Jij niet. En ik neem mijn werk serieus. En daarom kom je nu mee. Eindelijk weer thuis. Is het niet leuk hier, Manny? De vloer is ook vers gerepareerd en heeft nu een vluchtvaste stalen plaat. Papa, opgelet. Hopelijk vond je het verhaal leuk. Als je het verhaal leuk vond, geef ons dan een duim omhoog of abonneer je op ons kanaal. En hier heb je nog een paar video's zodat je meteen verder kan kijken. Doei!